u in de wijk Leidsche Rijn. En wat fijn dat u er weer bij bent. Wat hebben we in de uitzending? De Zingende Toren bestaat 10 jaar. Maar wat is de Zingende Toren eigenlijk? De Vlinderhof in het Maxima Park viert Burendag met een plantenmarkt. En we duiken in het ontstaan van de broederschap in Vleuten. De Zingende Toren bestaat 10 jaar. Van april tot en met september klinken de glazen klokken. In dit item duiken we in de techniek van de Zingende Toren. Hoe werkt het en hoe is het gemaakt? Reinold van Zijl is de bouwer van het klavier en vanaf het begin betrokken bij de realisatie van de Zingende Toren. Reinold, kun je ons iets vertellen over de technische achtergrond en de totstandkoming van de Zingende Toren? Ja, we staan hier bij een prachtig bouwwerk, gerealiseerd vanwege dat hier die prachtige cultuurcampus is ontstaan. En in eerste instantie dachten we gaan er een carillon bouwen. Maar ja, een carillon dat is natuurlijk, ja, dat hoort eigenlijk boven in de toren. En het is eigenlijk niet zo spannend om hier tussen al die woonblokken en bebouwingen om daar een torentje neer te zetten met een carillon, een bronzen carillon. Maar op zich was het idee leuk. En toen dacht men, als we nou eens een kunstenaar bij vragen die er een prachtig torentje van kan maken. En dat werd Bernard Heesen, de glaskunstenaar. En het eerste ontmoeting met Bernard was een carillon. Ik hou helemaal niet van een carillon. Maar gelukkig was dat niet punt en daarmee klaar. Nee, hij zei erbij, een carillon, een klok, is voor mij een omgekeerde vaas. En die kan ik ook wel blazen. Ja, en toen dachten we, ja, Bernard, we nemen afscheid of we nemen de uitdaging aan. En we zeiden ook, Bernard, blaas dan is die omgekeerde vaas. Ja, en dat gaf eigenlijk zo'n bijzondere klank, dat eigenlijk het idee was, daar zit een heel carillon in, misschien wel met 50 klokken. In dit klavier hebben we gekozen voor een zogenaamd lineair klavier. En een lineair klavier lijkt eigenlijk heel erg op de piano. We zien hier de witte toetsen. Ze zijn dan niet werkelijk wit, maar het zijn de witte toetsen van de piano. En hierboven de zwarte toetsen. Het grote voordeel van dit soort klavieren is dat de bijen die je veel makkelijker kan spelen met trilletjes tussen twee toetsen. We staan nu aan de achterkant van de klavier. Dan zie je hier van de zwarte draden lopen. Dat zijn eigenlijk gewoon heel gewoon fietskabeltjes. En de fietskabeltjes, daar loopt een draad doorheen en die verbindt het pedaal met het manuaal. Dus zodoende kun je met twee handen, soms wel met vier vingers tegelijkertijd spelen op het manuaal en met twee voeten op het pedaal. Dus je kunt eigenlijk heel veel tonen tegelijkertijd spelen. Is dat nou heel anders dan bij het duur zijn van een carillon met bronzen klokken? Ja, het is zeker heel anders. Het grootste verschil in spelen is eigenlijk dat het heel anders voelt. Normaal op een carillon is de toets verbonden met de draad rechtstreeks aan de klepel. En dan breng ik de klepel in beweging. Dus dan heb je de massa die je in beweging moet brengen. En hier is het een elektronische verbinding. Dus ik voel helemaal niks. Ik voel eigenlijk alleen een beetje de veren. Dus het voelt heel anders. Het klinkt natuurlijk heel erg anders. Maar het grootste verschil voor mij is wel dat ik hier buiten op het plein zit. En als ik aan het spelen ben, komen de mensen omheen staan. Er komen kinderen verzoekliedjes aanvragen. Dus die interactie die je hier met het publiek hebt, dat is eigenlijk boven de toren. Nergens. Dus dat maakt hem heel erg speciaal. Dat is ook heel erg leuk als ik wil samenspelen, bijvoorbeeld met andere instrumenten of met een groepje. Dan, ik zit al beneden, dus het is heel fijn om dan samen iets te kunnen doen. Vandaag is het Landelijk Burendag en ik ben hier in de Vlinderhof in het Maxima Park. En vandaag
worden hier de planten die hier gekweekt worden, worden hier verkocht. En ik heb begrepen dat mensen overal vandaan komen om ze hier te kopen. Kan je ons vertellen wat er hier allemaal gebeurt vandaag? Ja, nou, het is een plantjesmarkt. Dus één keer per jaar in september. Dan worden de planten verkocht die wij hier... als pollen te groot zijn, dan worden ze gescheurd. En de plantjes die ervan overblijven, worden verkocht. Ja. En het valt natuurlijk nu vandaag samen met Burendag. Vorig jaar ook. En toen regende het. Ja. Nou Kelly, het is echt een mooie dag vandaag voor de Burendag, hè? Het is super mooi dat ze de tuin vernieuwen en dat iedereen op deze manier thuis ook nog een soort kleine vlinderhof kan maken. En daar grijp ik ook mijn kans voor vandaag natuurlijk. Dus je komt hier plantjes kopen? Ja, ja. En ik ben ook wel een beetje verbonden met de vlinderhof. Ik geef precies op dit veldje hier iedere week, 3 keer per week yoga. Dus vandaar dat ik ook weer hier ben om de vlinderhof weer een beetje te steunen. En ja, het is gewoon leuk. Super goede sfeer altijd met al die vrijwilligers. En ja, hartstikke leuk. Ik heb in Vleuten, dus vlakbij waar ik woon, heb ik op 2 plekken bij je. Maar ook in Harmelen, dus aan de Droppeldijk, maar bijna aan het eind, zeg maar. Ja, okay. Dat is hemelsbreed, dus dat is 1 kilometer of 2, 2,5. Ja. Nou, die stal van Harmelen en die 2 stallen in Vleuten, die smaken echt duidelijk verschillen. Terwijl het gewoon honing is, uit dezelfde periode verzameld, maar net een andere omgeving. Dus ze zoeken net wat andere dingen. Die voorjaarshoning uit Harmelen, nou, die was nog een tint donkerder dan deze. Oh. En de voorjaarshoning uit Vleuten, die was een stuk lichter dan deze, zeg maar. Ja. Dus 2 kilometer van elkaar. Ja. Zelfde periode, maar dat maakt zo uit waar ze op vliegen. Dus, ja. Ja, eigenlijk zijn we elke zaterdag aan het werk, hè, met vanaf 9:30 tot 1:30. Mm-hmm. En veel van ons vinden het leuk om door de week heel hard achter een bureau te zitten, dus met je hoofd bezig te zijn. Maar wat ik fijn vind is dat ik dan het weekend start met gewoon met mijn handen bezig zijn. En mijn tuin is verder thuis groot genoeg. Maar mijn kinderen en mijn vrouw zijn een beetje klaar mee dat ik elk jaar weer iets anders verzin. Dus nu kan ik me hier uitleven. In een heel warm gezelschap, in een heel warm bad, want er is heel veel kennis van tuinen. En om 12:30 vind ik het ook wel weer genoeg. Dat is het mooie van hier werken, als vrijwilliger. Om 1 uur kan je ook zeggen, nou, ik heb een deel gedaan. En ik ben zelfs nu zover dat als je hier lang genoeg werkt en je toont interesse, dan krijg je ook je eigen vak, hè? Dat is een beetje een dingetje. En dat is wel heel geestig, is dat. Maar dan ga je ook met trots wezen. En zo kan ik op een hele droge zomerse dag, kan ik mij op werk meer druk maken over dat waarschijnlijk mijn vak plant A of B het niet meer doet, dan een cashflow-analyse die op dat moment gepresenteerd wordt. Dus dat is ook wel hier een beetje raar. Maar het is juist die balans wat we allemaal zoeken. Het balans ook tussen werk en privé, maar ook buiten en binnen. Binnen en buiten, iets teruggeven in plaats van alleen maar nemen, hè, met vrijwilligerswerk, is denk ik wat ons allemaal bindt. En daar hebben we ontzettend veel plezier mee. Ja. Frederik Utenham. Frederik Utenham uit Den Ham was de heer van de Ham, waar nu nog Hamtoren nog van staat hier in Vleuten. En ja, hij was een van de vele edelen hier, de vele edelen van de ridderhofsteden hier in dit gebied. Hoe was het toen hier in Vleuten? Nou, je moet je voorstellen, 1471 was het Bourgondische Rijk van Philips de Stout, of Karel de Stout of van Philips de Goede enzovoort op zijn hoogtepunt. Eigenlijk was het al jarenlang, eeuwenlang aan de gang dat die Bourgondiërs hun macht uitbreiden. En op dat moment, in 1471, was er ook in Utrecht, de bisschop was een Bourgondiër, David van Bourgondië, de halfbroer van Karel de Stoute. Dus
ontzettend veel macht hier. En toen dacht hier de pastoor van Vleuten, Arend Jans van der Bilt, die al die ridders die daarvoor eeuwenlang hadden gevochten, zowel met elkaar als tegen Holland, nu moet het maar afgelopen zijn. En nu kan er ook vrede komen, want nu zijn de Bourgondiërs zo sterk. Wij als bisschoppen zijn zo sterk. Nu kan de vrede komen. Dus vandaar heeft ze allemaal bij elkaar geroepen, hier in de oude Willibrordkerk, in de Torenpleinkerk, hier in Vleuten. En na nogal wat praten en wat drank waarschijnlijk en wat eten, hebben ze alles ondertekend. En een daarvan, de belangrijkste daarvan, was Frederik Utenham uit de Hamtoren. Wat was Frederik voor een mens? Nou, in ieder geval een heel gelovig man, een gelovig katholiek. En hij was ook een heel loyaal man. Want even later, want hij heeft in 1471 beloofd dat hij zeg maar vrede zou stichten, hè, overal hier. Maar even later, Karel de Stoute ging dood, zijn dochter ging dood. Toen kwamen er allerlei mensen in opstand, met name Utrechters, maar ook Montfoort, IJsselstein enzovoort. En hij heeft hier toen namens de bisschop, want hij was maarschalk van de bisschop hier in Utrecht, hij wilde zijn eed ook echt getrouw zijn. En hij heeft hier gevochten namens de bisschop. En dat heeft hij nogal behoorlijk hardhandig gedaan. Zo heeft hij onder andere bij Maarsen, tussen Westbroek en Maarsen, heeft hij eigenlijk heel veel mensen omgebracht. Niet alleen persoonlijk, maar ook soldaten, maar ook mensen, Utrechters. Want die kwamen kijken over de stadsmuren heen, liepen ze daarheen. Want het was echt verschrikkelijk wat daar hier was. Al die dorpen hier in brand. Heel veel mensen zijn daar om het leven gekomen. Echt heel triest. En het is ook geen wonder helaas dat in hetzelfde jaar, 1481, dus 10 jaar na het ondertekenen van de stichtingsakte van de broederschap, werd hij gevangen genomen door de burgers van Utrecht. En is hij onthoofd met het zwaard op het toenmalige Catharijneveld, wat nu het Vreeburg is. Het idee van de broederschap was om de vrede te bewaren. Is dat een beetje gelukt? Nou, onderling hebben ze zeker de vrede bewaard. Er is geen oorlogen meer aan de pas gekomen na de slag van Westbroek en Maarsen. Maar dat kwam ook omdat even later, een paar decennia later, Karel de Vijfde, de achterkleinzoon van Karel de Stoute, aan de macht kwam. En die heeft hier niet voor niks, hier in Utrecht, een dwangburcht neergezet op het Catharijneveld, waar Frederik Utenham onthoofd was. 50 jaar later werd daar het kasteel Vreeburg, de dwangburcht Vreeburg, gebouwd. En ook daardoor werd de vrede gehandhaafd. Je vertelt zoveel mooie dingen, maar kunnen de mensen het ook ergens zien? Nou, in eerste plaats natuurlijk hier in de broederschapshuisjes van onze historische vereniging. Maar er is op dit moment ook een tentoonstelling in het Centraal Museum over de ommuurde stad. En daarin is ook het verhaal van Frederik Utenham van de broederschap te zien. De uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten. Wilt u de filmpjes nog een keer terugkijken? Dat kan op ons YouTube-kanaal of op onze website. U kunt ons natuurlijk ook volgen op social media. Ik wens u een heel fijn weekend. Tot volgende week. Bye.